Vandaag gemarineerde gamba's, krokant gebakken, verse focaccia en een salade van kropsla met gemberdressing. Oeh, dat wordt lekker, hè? Dus, ik begin met mijn brood. Ik heb hier een brooddeegje al gemaakt. Gewoon een standaard brooddeegje van niks anders dan bloem, water, gist, olijfolie en een beetje zout. Heeft al gerezen, ongeveer een half uur. Daarop wat knoflook, wat rozemarijn en wat kaas. Meer niet. En zo'n brooddeegje, dat kan gewoon een standaard mix zijn van welk merk dan ook waar je alleen water bij doet. Of je gebruikt gewoon een standaard bloem, gedroogde gist, kilo bloem, 2 zakjes gedroogde gist, beetje suiker, 30 gram zout, 600 milliliter water. En het laat je eventjes rijzen. Half uurtje gehad, knoflook zit erop, rozemarijntje. Oh, dat is een mooi kruid, hè? Doet het prima in de tuin, hè? Overwint het goed. Als je hem bij min 10 maar even uit de tuin haalt. Verse rozemarijn, knoflookje en om dat allemaal te beschermen nog een beetje kaas. Zorg ervoor dat je het echt in het deeg drukt. Zodat er straks, als ik het ga snijden, niet meer vanaf springt. Zo. Verse parmezaan eroverheen. Heerlijk. Hopla. Kaasje. En het ruikt zo lekker. Als je gasten krijgt, je hebt je eigen broodje gebakken. Dat ruikt lekker, hè? Als die mensen binnenkomen, dat is gelijk goed. Dat is gelijk raak. Parmigiano, oven voorverwarmd op 230 graden, hete lucht en als het kan met onderwarmte, zodat je een goede bodem krijgt, ga 20 minuten de oven in. Hop, even kijken, klokje, wat hebben we hier? 20 minuten, ja, vinkje en de rest gaat vanzelf. Dat is mijn brood. Volgende is het marineren van de gamba's. De meeste zijn al gepeld, behalve eentje. Die laat ik even zien. Want als je die gamba pelt, zorg ervoor dat je ook even hem goed schoonspoelt van binnen. Daarmee bedoel ik dit. Schaaltje eraf. Zo. Snij je die rug open. Van die gamba. En dan spoel je dit even schoon van binnen. Dan heb ik mooi gamba vlees. En dat marineer ik dan met een beetje citroen, een beetje knoflook en wat peterselie. Gamba's. Wederom knoflook. Ik ben er dol op. Het is gezond. Dus bijna dagelijks knoflook eten. Het schept ook een band, hè, met je partner. Samen knoflook eten. Knoflookje, ook hier. Citroentje. Beetje van de schil. En een beetje sap. Oh. Zo. Gaan die alvast en lekker wat smaak krijgen. Hopla, peterselie. Heel simpel. Even afspoelen. Zo. Snijden. En hakken. En zo hak je. Vingers op het mes. En niet de punt beet pakken of zo, want dan zit je alsnog met die punt in je vingers. Losjes, niet te hard knijpen in je mes. Hoe krampachtiger je hakt of snijdt, des te eerder snij je vingers. Des te eerder snij je vingers. Des te eerder snij je vingers. Zo. Peterselie, gamba's,
lekker marineren. Brood in de oven, gambas gemarineerd. Het ziet er nu al lekker uit. Hè? Dan mijn beslagje en mijn dressing. De dressing, dat is een hele simpele. En ik zal je even laten zien wat nou de beste manier is om een goede dressing te maken. Maatbekertje. En we gaan alles in die maatbeker doen wat we nodig hebben voor die dressing, behalve de olie. Dus, mosterd. Mosterd geeft natuurlijk een lekker smaakje, maar geeft ook een beetje binding aan de dressing. Hè? Want als je dat allemaal gewoon met een garde een beetje door elkaar klutst, dan heb je al vrij snel dat zo'n dressing na 5 minuten weer geschift is. En dan drijft de olie bovenop en de azijn onderop. Dus daarom een beetje mosterd gebruiken. Een shallotje gebruiken we. Shallotje. Half shallotje gaat erin. Die geeft ook wat smaak en ook wat binding. Zo. Shallotje gepeld. Hop, hop. Half shallotje. Belangrijke smaakgever natuurlijk is onze azijn. Witte wijnazijn. 1:3 ongeveer, de verhoudingen van een dressing. 1 deel azijn, 3 delen olie. Een beetje zoetige smaak, en dat is natuurlijk hartstikke lekker bij die gamba's, dat is wat gembersiroop. Dat neutraliseert die zure smaak van je azijn een beetje. Zo, gembersiroop. En dan, ja, zoals ik al zei, je kunt dat natuurlijk gewoon met een garde doen in een kom, maar ik vind het zelf altijd wel handig om daar de staafmixer even bij te gebruiken, want die slaat die shallot helemaal kapot. Die mosterd wordt goed gemengd en ik krijg dan een mooie, gebonden, geëmulgeerde dressing. Dat is wat we willen natuurlijk. Zo. Dit eerst even fijn dus. Dit eerst even fijn. Dit eerst even fijn. Ja, precies. En dan langzaam een gedeelte zonnebloemolie. En dat doe ik gewoon eventjes omdat extra virgin olijfolie natuurlijk ook een beetje een bittertje heeft. En daarom gebruik ik niet 100% extra virgin, maar ongeveer de helft daarvan. Dus. ml azijn, 150 ml zonnebloemolie, 150 ml olijfolie. Precies, hè? Heb je wel gezien, hè? Was precies afgemeten. Duidelijk, hè? Dan nog een beetje peper en zout. Zo. Peper en zout. Dressing klaar. Zie je? Zie je? Ja. Mooi gebonden, niet geschift. En zo kun je hem ook prima in je koelkast houden. 2 dagen in de koelkast, dan wordt die olie ook wat steviger. En dan heb je, zoals ik al zei, een mooie gebonden dressing. Even proeven. Gelijk goed, hè? Dressing moet overigens altijd een beetje te zuur zijn wanneer je hem zo eet. Dat moet je echt even voelen in je kaken. En als je dat dan vervolgens aanmaakt met je sla en straks een tomaatje, dan klopt het allemaal, hè? Want die dressing is de smaakgever van die hele salade. Oké, dan gamba's, dressing, brood. Wat heb ik nog nodig? Een beetje beslag. Een beetje beslag. Een beetje beslag. Ja, een beetje beslag. En wat is nou het simpelste en beste beslagje om mee te verturen? Dat is in mijn keuken, is dat bier, bloem, zout en olijfolie. Bier, flesje bier. Bloem, ongeveer de helft van het gewicht aan bier. Met nog een eetlepeltje extra voor het geluk. Zo. Zoals gezegd, wat zout en een scheutje olie. Zo heb ik een mooi frituurbeslagje. En dat koolzuur uit dat bier, dat zorgt ervoor dat er zo'n lekker
fluffy, luchtig, krokant jasje om die gamba's heen komt straks. Dat rijst natuurlijk tijdens het frituren. Beslagje klaar, gamba's klaar. Een beetje bloem. Belangrijk mensen, bloem gebruiken als je iets gaat frituren. Ja, als je zo'n gamba, stukje vis, groente gaat frituren door beslagje, altijd eerst even bloemen, dan hecht dat goed aan je product. Hè? Want anders laat het los en dan ben je vis, gamba's of wat dan ook aan het frituren. Dan krijg je natuurlijk enorm gespetter en wordt het ook taai. En de kunst is bij zo'n beslagje om het van binnen zacht te houden en van buiten krokant. Dat is het lekkerst. Want dan frituur je het beslag en dan frituur je niet de vis. Of in dit geval de gamba's. Oké, broodje is al mooi aan het rijzen. Gamba's hebben al een beetje smaak. Het enige wat ik nog even opdoe is nog wat zout. En peper. Even na het marineren. Net voordat je gaat frituren, dan doe je het zout pas op. Onttrek je wat minder vocht. Zo. Olie. Als je een friteur zet, gewoon vol vermogen, 180. En sommige gaan tot 190 graden. En dat is goed, want dan reageert dat direct en dan ben je ook goed aan het frituren. Zodat het dus zich niet helemaal volzuigt met vet, wat bij lage temperaturen kan gebeuren. Nu moet ik dat even op gevoel doen. En dan heb ik het al wat vaker gedaan, gelukkig. Maar die olie die moet ook in dit geval dus een klein beetje walmen. Ik zie hem al komen. En hoe test ik dat nou? Nou, dat test ik altijd door eventjes een satépikkertje te gebruiken. Die moet ik even pakken. De satéprikkertjes die lagen nog niet klaar, geloof ik. Satéprikkertjes. Waar hebben we die? Oh, die hebben we hier. Satéprikkertje. Precies. Satéprikkertje. Kijk, als je zo'n satéprikkertje even in de hete olie houdt, dan zie je vanzelf of die heet genoeg is. Hoe zie ik dat dan? Nou, dat zie ik doordat die begint te bruisen. Bruist die? Ja, hij bruist. Oh, dan is de olie heet. Mooi, hè? Hete olie. In dit geval ook zonnebloemolie. Olijfolie extra verse gebruik ik natuurlijk niet om in te frituren, want dat gaat alleen maar walmen. En dat is helemaal niet zo gezond als je het heet gebruikt. Dat is alleen maar gezond als je het koud gebruikt. Dan. Ja. Hoe basic het ook klinkt, maar kropsla vind ik zelf nog steeds een van de lekkerste slasoorten ter wereld. En dan bedoel ik vooral het hart van de kropsla, want we hebben natuurlijk allerlei mooie siersla-soorten, radicchio, frisé, het ziet er allemaal prachtig uit, maar is het nou wel echt lekker? Geeft het nou wel echt zo'n lekker mondgevoel? Dat vind ik dus niet. En dat vind ik van kropsla wel. Dat heeft een lekkere structuur. He, mooi, die jonge blaadjes aan de binnenkant van die krop, dat is lekkere sla. Dat is hartstikke Hollands en hartstikke goed. Ruim water. En vervolgens natuurlijk even in het vergiet. En het vergiet, dat had ik daar. Ja, precies. Je hebt het vergiet. Ja, vergiet. En je hebt een beetje schaal eronder. Zo, zo, zo. Ruim water, koud water. Met liefde behandelen. Niet gaan snijden die sla. Ik heb hem wel eens gehad, iemand hier die begon met een zaag met sla te snijden. Dan snij je hem helemaal kapot. Het sla snijden kun je alleen maar doen bij bijvoorbeeld ijsbergsla, want dat is stevig van structuur. Kropsla niet, die moet je een beetje met liefde behandelen. Want als je er te hard in knijpt, dan kneuzen die blaadjes. En dan zijn ze niet mooi stevig meer. Dit is goed. Beslagje, gamba's. Mijn pan is inmiddels heet genoeg. Ja. Broodje begint al bruin te worden. Wil je even kijken naar het broodje? Wil je even kijken, broodje? Kijk, broodje. Kijk zo, broodje. Ja. Oh, mooi broodje. Maar niet te vaak, hè? Pas aan het eind kun je hem open trekken, want anders slaat hij terug. Hete olie. Gamba's. Satéprikkers. Daar gaat hij. Dus. Even alvast een netspaantje. Om ze ook weer uit de hete olie te scheppen. Olie heet. Mooi. Dan, zoals gezegd, gamba's. Pikkertje. Bloem. Beslag. Dus beslag moet ongeveer dikte hebben van iets dikker dan pannenkoekenbeslag. Hè. Daar moet je ongeveer aan denken.
gamba. Even door de bloem. Door beslag. Goed door beslag halen. Royaal. Tik, tik. En dan zet je hem zo in de hete olie. Mooi. En als je een mandje hebt, zorg ervoor dat je niet het mandje omhoog trekt. Niet het mandje omhoog trekken, dan de gamba erin leggen en hem in het mandje in de olie laten zakken. Want dan bak je natuurlijk helemaal vast aan je frituurmandje. Maar zo is hij mooi. Heel kort, heel krachtig frituren. En die gamba die hoeft maar net gaar te zijn, want als die hartstikke gaar wordt, wordt het ook hartstikke taai. Kijk, dit is mooi, hè. Het ziet een beetje uit als tempura, de Japanse variant van frituren. Perfect gefrituurde gamba. Kan niet beter. Dus, zo ga ik door. 8 stuks. Het broodje gaat er zo uit. Salade is klaar. En zo zet je dit klaar. Als je ooit je gasten krijgt, zet je mooi. Je gamba is al gemarineerd klaar. Je zet je beslagje klaar. Je zorgt dat je olie heet is. En het enige wat je nog doet, alle minuut, dat is dus dat frituren van die gamba's. Want dat kun je natuurlijk niet van tevoren doen. Want iets wat je frituurt met een beslagje, moet je ook gelijk eten. Dan moet je krokant eten. Er zijn varianten van laat opwarmen in de oven zo. Moet niet aan beginnen. Als je het doet, moet je het goed doen. En dat is deze manier. Het is natuurlijk de beste manier. Het is maar één manier wat betreft gamba's frituren. Dat is deze manier. Oh ja, ja. Oh. Gamba's. Beslagje. Hete olie. 1. Tik, 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 hop, 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 royaal beslag, lekker door het beslag halen, zo, alleen maar bier, bloem, zout en olijfolie, geen eiwitten door of zo, er zijn allerlei recepten van frituurbeslagjes, waar ook ei doorheen gaat. Ei geeft weliswaar de eerste paar seconden een mooi soufflerend effect, maar na een minuut uit de friteuze te hebben gelegen, wordt alles zacht en somper. En dit blijft altijd mooi krokant. Dat is de kunst. Mooi krokant jasje. Dat gaat toch. Oké. De eerste is alweer klaar. Kom eruit. Zo, een beetje helpen, hier is klaar, hier is klaar, die ziet er ook wel goed uit, deze hier, de andere niet, deze wel, ziet er goed uit, deze is mooi, goedgekeurd, ja, goedgekeurd, zo. Dus, of het nou fruit is, champignons, stukjes vis, stukjes vlees, zo frituur je. Die heb ik klaar. Mijn broodje is ook klaar. Kijk, 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 kijk. Hoe lang moet hij nog volgens de wekker? Nog 3 minuten. Oh ja, ja, klopt precies. Dus, kan ik alvast mijn schaal klaarzetten met de salade. Dit lijkt me wel een leuk kleurtje zo. Kropsla. Zo, gezellig. In het midden van de tafel, mooi bord met salade en de gamba's eromheen. Zo. Er zijn mensen die beweren dat die kern eruit moet en zo. Ik vind het allemaal onzin, want het is hartstikke lekker. Het heeft dan zelfs een krokante crispy bite. Waarom zou je? Mag wel ergens op bijten. Als je eet. Mooie. Dros pomodori's. Altijd lekker. Zorg ervoor dat je tomaten op tijd uit de koelkast haalt. Want als ze eenmaal een half uurtje uit de koelkast liggen, smaken ze echt totaal anders dan wanneer je ze zo uit de koelkast eet. Want die tomaat die verandert van structuur als die koud wordt. Dat is een reactie. Dan beschermt hij zichzelf tegen bevriezen. Een aardappel ook. Dus uit de koelkast halen.
Zo. Tomaatje, hop hop. Jij, ja, hier, ja, precies. Zo, die daar, ja, 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 klopt precies. Dressing. Zoals je ziet, nog steeds mooi gebonden. Niet geschift, of teruggelopen. Die is lekker, hè. Ja, dit is goed eten, hè, dit. Gamba's eromheen. Zo. Dit is lekker eten, mensen. De frisse salade. De krokante gamba's. En apart serveer ik het brood. Met een beetje olijfolie om in te dopen. Dus, ik zeg aan tafel. Ja, ja, kom al. Ah, mooi broodje. Broodje uit de oven altijd even minimaal 10 minuutjes laten liggen. Laten rusten. Want anders trek je dat kapot. Dus na het bakken. Gewoon wat olijfolie erop. Trek erin. Wordt lekker smeuig. Heb je er geen kruidenboter, dingen, boter, dingen. Hoeft allemaal niet. Beetje olijfolie erop. Strak snijken. Zet toe. Toedeloe.